Hallo YouTube, mijn naam is Niels. En mijn naam is Jasper, die valt in het ravijn. Ja, hij is net al in het ravijn gevallen en we zijn even gauw gaan slapen en ik laat mijn bed gewoon daar staan. Niels, er zit ergens een spin. Ja, ik zie ook Jij een kan hem. creeper. Creeper? Waar? 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 Daar beneden aan het eind. Oh my god. Oké, neem jij zo die zijkant en neem ik de onderkant. Er komt een zombie vanuit deze kant. Er We zit gaan daar later wel echt graven. heel veel kool. We gaan later wel graven. Later Gisteren. minen. Nee, later graven, zeg maar, want ik hoor nog zombies in de muur. Oh ja, dan ben ik een mineshaft natuurlijk. Oh shit, de creeper kan zwemmen. Of niet? Noob. Hij is gevallen. Het is een noobosaurus. Oké, dat zweeft niet, denk ik. Nope. Creeper, wat doe je? Upf. Hij viel net. Niels, heb jij torches? Want ik heb geen torches. Oh mijn god, je bent zo slecht. Ga dan coal minen. Oh shit, ik viel bijna op de creeper af. Arg. Nee, ga dan coal minen. Zit hier overal kool. En ik heb geen hout. Blijkbaar zit hier een ruimte onder. Wacht. Ik heb ook geen Dat. hout, maar we zitten wel aan een mineshaft, ja. Ja, ik dacht er net aan. Oké. Ik kan. Ja, laten we dat stuk maar even laten doen, want het is irritant. Kijk uit, de creeper achter je, achter je. Oh, hij glitcht blijkbaar. Stop met glitchen, creeper. It's not funny. Oh, Skelly. Hello. Zolang die mij niet doodglitcht, vind ik alles goed. Ik heb hier een skeleton vriend en die wil je graag ontmoeten, zo te zien. Oh, oké, dag. Hij vond het nodig om zichzelf op te blazen. Oké, ik ga nu Skeleton MLG Pro style in elkaar slaan. Ah, oh shit, hij raakt hem al meteen. Oké, hij is dood. In de nieuwe Ik hoor update nog worden wel. ze een stuk slimmer. Weet ik hoor. Oh god, er staat. Oh, ze staan niet met z'n drieën. Ze zijn allemaal op mij gefocust, dus jij kan ze gewoon in elkaar slaan. Ik zou ze één voor één doen. Niet alle drie tegelijk aanvallen. Oké, nou dat hebben we overleefd. Oh, zombie. Oh! Ik moet even wat eten. Die is dood. Ik hoor ook een Enderman. Oh, Lekker waar? voorbereid trouwens weer, Jasper. Oh, daar staat de Oh, Underman. ik keek per ongeluk naar hem. Hij is boos. Ouch. Dank u. Oh, Dammit! god. Oh, god. Ik zei toch dat je je bed had moeten neerzetten? Ja, ik zit nu bij de sneeuw. Volg het pijltje. Nou, het lijkt erop dat ik hier alleen ga moeten overleven. Ja, best wel. Oké, kom dit keer wel met dingen, alsjeblieft. Want er staat een pijltje aan het begin bij de spannen. Ja, ik heb hem al gevonden. Volg die, en dan En ik kom je er weet wel. ook hoe ik kan komen. Niet heel moeilijk om vanaf daar dan thuis te kunnen komen. Ik neem ook even de minetracks mee trouwens. Die kunnen wel handig zijn voor ons. Ja, die is wel heel handig. Zo, oh. Oh shit, ik realiseer me nu pas dat mijn audio niet goed staat. Wacht even, deze zombie in elkaar slaan. Ik weet niet zeker hoe het klonk, maar dat kan ik aanpassen. Gezien ik die X-Story gebruik, maar nu gaat het zo gaat makkelijker zijn voor mij. Ik ga eerst Zo. terug naar huis lopen. En dan ga ik even spullen halen en dan ga ik een klein huisje daarbij maken. Ja, is goed. Dat is wel handig. Dat hadden we eerder moeten doen. Nog een zombie. Ja. Ik ben niet zo heel blij met deze Lost Mineshaft. Je kan te Niet? makkelijk worden gejump-attacked. Er zitten onderweg bij deze ook nog wel een paar grotten hoor. Goeie. We hebben hier gewoon een mineshaft en we moeten meer diamanten vinden. Oh, heb ik mijn iron pickaxe mee? Ja, gelukkig, want ik ben wel voorbereid. Sure. En dan hopen dat we gaan overleven. Ik vind het alsnog wel naaiend dat het niet bij de echte span is. Nee, dat is de echte span, maar blijkbaar span je de eerste keer Ja. altijd. Oh, kut, ik heb een spanner gevonden. Van wat? Ik denk zombies, want dat liep net om me af. Yep, zombies. Nice! Niet kapot maken. We gaan er Nee. een trap bij maken. Dat is best wel ver weg, maar het kan wel, ja. Ja, maar we maken daar gewoon een Even de kamer helemaal pikkaartje. goed verlichten. En alles eromheen, anders span je andere dingen. Oké. Brood. Oh, kut, mijn inventory zit vol. Wat heb ik niet nodig?
Spinnenhoog kan weg. Hele shitload buckets. En voor wat kan ik stacken? Gravel heb ik niet nodig. Echt Scare heb ik niet nodig. Ver weg. Ik ga gewoon alle drie de buckets meenemen. Zo cheap ben ik. Of je laat even wat in de kist zitten. Oeh, ik heb ook een zadel. Ik heb een zadel. Nice. Maar laat anders er een beetje in zitten, want we komen er echt nog wel terug. Ja, dat is waar. Dan dump ik voor nu even wat spullen hier, die ik nu op dit moment niet nodig heb. Ik heb trouwens een hele dag vol bij me. Kan we die straks, kom ik die straks wel even ophalen of jij? Ja, dat is wel handig. Oh, ik zal wel één emmer meenemen, dat lijkt me wel veilig. Zoiets heb ik niet nodig. Dammit, waar ben ik? Je weet nog welk kant je op moet? Niet precies. Gewoon zeg maar, weet je wel, richting de animal farm lopen. En dan gewoon alles maar rechtdoor, zeg maar over die berg heen. Oh ja, die weet ik wel, maar ik moet nog bij ons huis komen, want... Gewoon die pijl volgen en echt recht die kant op lopen die de pijl opwijst. Ja, dat had ik dus al ietsje eerder moeten doen. Ik heb nu, ben om een berg heen gelopen. Begin. Oh, dat is niet handig. Ik kan best wel veel dingen hier tegen. Dus ik hoor zoveel en dat irriteert me. Jasper, volgende keer bereid je je beter voor. Oké. Ja. Want het is niet fijn om hier ineens een eentje achter te worden gelaten als je rekent op dat de ander er ook is. Ik mag mijn school trouwens echt niet. Arg. Ze laat me naar de open dag komen. De open avond morgen. Ik moet zeg maar komen. En nou kan je niet trainen. Jop. Oh, hi zombie die ineens op me afkomt gelopen. Oh, en een creeper. Oh god. Creepers zijn echt heel okay, eng. Oké, de creeper zit gelukkig vast. Worden zij niet slimmer. Want dan, anders zou het echt een hel worden. De creeper zat vast. Achter. Oh, wacht. Kom eens om het hoekje. Ik heb hem in spinnenweb. Oh, wat? Ik denk niet dat ik het dier ga overleven. Wat? Hoezo niet? Oh nee, wacht, je kan niet doodgaan van de honger, hè? Nee. Oh, dan ga ik het wel overleven. Oké. Oh my gosh. Ja, ik heb echt geen idee. Ik ben hier nu bij een mega-oceaan gekomen. Ja, ik moest ook over een oceaan heen. Als ik me kan herinneren. Dit is geen zee meer, dit is gewoon een oceaan. Ja, daar moest ik ook overheen. Zoiets, tenminste. Je had gewoon direct de pijl moeten volgen. Tenminste, ik weet eigenlijk niet. Oh, een zombie. Waar komen al die zombies steeds vandaan, joh? Ik bedoel, de zombiespanner heb ik net al gevonden. Denk je. Oh, ik heb net wel een zombiespanner gevonden. We hebben wel veel gratis minetracks. Ja, nou met een beetje geluk kunnen we zo meteen een minetrack van onze huisdaging aanleggen. Dat is wel heel ver. En dan moeten we nog een stuk meer goud hebben in redstone. Maar dan kunnen we de mijn maken. Dat is ons volgende plan. Dat we een mijn maken, gewoon een simpele. Oké, dan kan ik weer verder. Even zien, ik moet even meer torches hebben. Ik heb maar twee stokjes. Oké, hier nog even stokjes van. Het is alweer iets meer. Het is niet heel veel, maar iets meer tenminste. En we hopen dat we ook de spanner terug kunnen vinden. Dan zijn we best wel te lul. Tuurlijk kunnen we dat. Oh god, bootjes glitsen echt. Ja, in multiplayer wel. Maar je verbinding, ja, je verbinding is één balkje minder dan het hoogste. Dat is volgens mij nog wel vrij goed eigenlijk. Ja, maar het is best als die hoogste is, dan heb je het minst lag natuurlijk. Nee, dat klinkt vrij logisch eigenlijk. Ja. Klinkt zo logisch dat zelfs ik het kan snappen. Ja, dat is mooi. Oh my god, volgens mij ben ik hier al geweest, hier overheen tenminste. Het begint verwarrend te worden. This is not fun anymore, game. Ik kom eraan!
nog een tijdje duren. Ja, dat dacht ik al. Oké, ik begin ondertussen zeg maar de weg kwijt te raken. Oh, ik heb een kist gevonden. Oh, er zit een diamant in en meloenzaadjes en heel veel kool en een ijzeren pickaxe. Dat was best wel een coole kist. Ja, die kist was cool. Hij is mijn nieuwe homie. Kist. Kist en ik. Ja. Ik heb een andere gevaar gevonden. Oh god, was dat nou net het ding van een Enderman of was dat? Oh, er is daar een creeper achter. Oh god, en hij glitcht de weg. Ik vond het toch eng als ze wegglitchen, weet je wel. Dan, je weet toch gewoon niet waar ze zijn, want dan zijn ze half onzichtbaar. Dus Jeff, als je de tijd hebt, fix alsjeblieft de multiplayer. Ook oké, okay. Oh godsamme. Kan je die waterlee... die wat die Ja, de waterdingen. Oh, what the, hoeveel skeletons zijn die er hier? laatst in zijn update zijn bijgekomen. Oh Die shit, in ik heb water geen zorgen. liggen. Die Ja, waterladies. lilypads. Ja, kan je die ook... kunnen dat er meer worden, zeg maar? First track, ik weet niet. Oh mijn god, hoeveel skeletons zijn hier? This is not fun anymore. Niels, doe wat je hebt geleerd bij Cake Tiffin. Oh, twee skeletons en ik ben ongewapend. Oh god, ik schrok ook omdat jij dat zei weer. Het is echt weer. Waarom schrik ik? Ik ben gewend dat jij dan achter me staat of zo, weet je wel. Omdat ik dan ook moet schrikken. Omdat er dan waarschijnlijk ook iets achter mij staat. Plus, ik heb het gedeelte achter me niet echt verlicht. Dat hangt dat daar ook wat? Ja, oh god. Dat was echt fucking naaiend. Ik vind dit ding echt scary, hoor. Jezus. Het is niet per se de donkerheid, want ik zie wel best wel veel. Omdat mijn brightness Jezus. gewoon op de hoogte staat. Omdat anders jullie natuurlijk niet kunnen zien. De kijker. En dat willen we Dit is natuurlijk niet. echt kut, sorry. Omdat ik in een blokje... Oh shit, lava uit het niets. Oké. Okay. Oh god. Oké, okay. Veilig. Creeper. Creeper. Oké. Okay. Right. Moving on. This thing is scaring the living hell out of me. Ik ben hier eerder geweest, want het lava kwam... Nee, ik ben hier niet eerder. It's just starting to get comfy. Dat hout hier is zo irritant. Like, seriously. I'm going on, bitches. Ik heb nu de pijl en ik ga recht vooruit. Ja, dan moet je gewoon recht vooruit blijven gaan. Dan moet je er komen, dat is sowieso. Ik weet nu dat ik op 45 ben, zeg maar. Op okay. De ene lijn is 45. Dus dan... Blijkt die F3. Cheats. Cheats. Skeleton, waar? Oh, daar. Het is nacht. Ja. Ik kan een dutje hier doen. Je hebt geen bed bij je. Oh ja, mijne. Ja, maar je hebt geen bed, dus dat werkt niet echt. Ik kan wel quitten. Ja, maar dat is vals spelen en dat doen we niet. Was het nou 24 of 45? Je zei iets met 40 volgens mij. 45 dus. Ik weet niet zeker meer. Het staat in de video, dus nu lijken we heel dom als het niet zo is, zeg maar. Dat is het nadeel van dit soort dingen. Ik bedoel, ik vind het echt leuk gewoon om dit YouTube ding te doen. Dat heeft af en toe ook een beetje nadelen. Beetje, weet je. Oh mijn god, nog meer. Raken. Wat dan? Je schijf raakt vol. Oh ja, dat ook. Kijk, hier, er zat hier zo'n gebied helemaal verstopt achter gravel. En dan vind ik eindelijk wat erachter zit. En dan is... Oh, ik kon niet naar achter lopen. Oh god, ook nog een skeleton. En een mega open ruimte. Die best wel scary is. Dit is echt een uber open ruimte, zeg maar. Er komt een skeleton. Ik snap niet helemaal wat hier allemaal aan de hand is. Oh, daar is creeper. Tadoo, tadoo. Ik race overal lang. Holy shit, animal party. Volgens mij... Oh, ik ben bijna boven de grond, zeg maar. Tenminste, er is hier iets wat naar buiten leidt. Oh god, het is een Enderman. Wat de hel, waarom explodeer je, creeper? Ik liep 50 meter voor je. Het is multiplayer lag. Het gebeurt nou eenmaal. Ik wil een zombie, maar... Oh my god, de ding staat in de fik. Er is hier lava en dat zet zeg maar... Gewoon dat ding in de fik. Oh gosh, Enderman.
Een creeper en een zombie. Ah, oh, nog een zombie. Ah, oh, dit gaat verkeerd. Ah, ik moet even mijn ex maken, want ik moet... Oh, god. Ik krijg ook nog gravel op mijn hoofd. Het gaat toch lekker hier? We doen echt goed werk. Allebei. Ik heb een zaadje. Oh, en ik heb bloemetjes. Goed werk, Jasper. Dat doe je goed. Oh god, 5 creepers. Oh, daar is de 6e. Ik ben bang, mami. Oh. God, oh, ik moet nog 2 hout. Ik moet even een axe hebben, zodat ik wat hout hier kan halen. Voor meer torches. Enderman party, plus skeleton party. This is not funny. Oh gosh, ik... Nou, het is wel een beetje grappig. Voor mij. Oh, kut, waarom heb ik dat ijzer nou niet meegenomen? Ik kan oven maken. Ho. Ho. Ik kan hier ook gewoon even een tijdelijke basis maken. Ja, ik denk dat ik dat even ga doen. Ik ga even een heel klein basisje maken. Oh. Zo, kist op de ijs. Het is niet leuk. Oh. Oh god, heb je die oceaan weer? Ik ga hier even een kleine basis. Zal ik gaan hout hakken? Wat dan? Zal ik gaan zwemmen of gaan hout hakken? Het gaat snelst met een boot, dus ik raad de boot aan. Is het een hele grote... Ik had die vents eigenlijk moeten laten staan, dat was een stuk slimmer geweest. Volgens mij wel. Kom op. Ik ga het zonder doen. Ik heb geen tijd. Er zit een Underman achter me aan en nog een zombie. Geen tijd. Altijd gezellig. Feestje. Feestje bij Jasper. Tuurlijk, jongen. Kom naar mijn huis, dan geef ik de kapot. Rollen, kom je naar mijn huis. Oké. Nu stoppen voordat mensen het racistisch gaan vinden. Octopussen! Dat is ook iets waarmee je heel erg moet oppassen op YouTube. Dat mensen je niet racistisch of zo vinden. Of op een andere manier beledigend. Ha, en voor mij en... niet, want ik heb geen eigen... Ik doe niet op mijn YouTube-account wat. Nee, maar je praat mee en dat kunnen mensen nog steeds beledigend vinden, zeg maar. Ja, dus dat boeit mij geen fuck. Ja, zeg dat nou niet. Oh, het maakt me heel erg uit. Goed zo. Maar ik kan hier dus van de 4 waarschijnlijk bijna naar buiten. Heel makkelijk. Dus dat ga ik zo meteen misschien doen. Tenminste, even kijken. Maar ik ga je in ieder geval een tijdelijke basis maken, zodat ik het beter kan verkennen. Oh, 2 skeletons en de creeper staan me op te wachten. Hello, we've been expecting you. Oh, maar ik ga undercover. Undercover? Mob disguise? Nee, ik ga onder water. En toen werd ik even dat is niet undercover. Ja, klei. Zal ik klei meenemen? Kan, maar ga nou maar gewoon eerst terug naar huis. We kunnen later wel een keer klei zoeken. Zo. Ik ga wel gewoon even klei halen. Ik moet ook even een kist maken, zou het zien. Oh, dat wordt morgen. Jee. Oké, glitch. Hier is een glitch. Oh, nou dat is nieuw. Nou, niet helemaal. Zo, heb ik even een kist gemaakt. En dan kan ik hier wat spullen in dumpen. No, daar ging mijn ei! Dat was mijn enige wapen. Je had een ei? Ja, had ik gevonden. Als wapen? Ja. Wat voor wapen moet ik maken? Midden in de nacht? Een mogol? Bang voor creepers met allemaal creepers achter zich aan. Dat is waar. Oh, daar komt een zombie in mijn huis bekijken. Nice. Hi, kom je naar de housewarming? Ben niet uitgenodigd. Bitch. Ik moest even duidelijk maken dat hij niet welkom was in mijn housewarmingsparty. Dat is prachtig. Ik moet een bordje ophangen hier. Zombies, no welcome. Ja. Casa di Epicosity. Hey, ik kan nu ook gewoon meteen teruglopen. Ja, ga gewoon naar het huis. Want dan weet je zeker dat je de weg niet kwijtraakt. Waarschijnlijk raak je anders de weg kwijt als je hier direct heen komt. Ik niet. Juist. Oh god, waar... Oh my god, nog een skeleton ook. Oh, hij schoot door het fence heen. Hij hackt. Oh shit, creeper.
Ik heb dat stukje daar nog niet. Hij ziet me niet, ik ga terug. Oh god, ik heb te weinig zuur. No, Als je nou dramaat. weer doodgaat, hè? Even serieus. Nou, dat zie ik bij mij wel gebeuren eigenlijk. Weet ik, daarom. Dat ons. Nee, dat is niet ons huis. Ik ben volgens mij al bij. Ik zie de woestijn al. Als ik nu word gejump-attacked door een creeper. Oh, wacht. Zo wil ik het niet. Ze kunnen. Dan span je daar vlakbij. Casa du Epicacity. Casa du Epicacity. Zo. Ik vind dit wel een mooi einde voor de aflevering. Ik plaats nog even mijn bed. Zo. Dan heb ik een mini-huis hier. Dan is het gewoon wachten tot Jasper het hierheen kan halen. Dus Zo. Tot de dan volgende gaan we keer, pas kijkers. weer verder totdat ik klaar ben. Peace.